zijn er weer. Jaar 2 van AnimeCon. Let's have fun. Kom mee. It's my first convention here in Netherlands. I normally go to convention in Germany, but it's not that far away, and I heard from it that it's really big and really cool, so I wanted to come here and visit another con. How are you? Well, I'm fine. It's a bit warm under the North Sea, but I know that. Wat is je favoriete con? Con, omdat ik niet naar zoveel ben geweest, tot nu toe maar 2. AnimeCon, omdat het toch wel bekend staat als de beste, zeg maar. Ja. En het komt ook elke keer voor in het nieuws. Ja. En ja, de meeste mensen van mijn vrienden die ik online heb, die komen hier ook wel. Why are you here today? Because it's my first Dutch con, and I'm here with my friends and have fun, and yeah, it's amazing. To have some fun with my friends, to see other awesome cosplays, and meet new people. Well, because I want to see a convention out of Germany, and so we are a bigger group to get here and look at a Dutch convention. Ik vind het sowieso heel leuk om de hobby te delen met iedereen. Zeker omdat je zelf al veel dingen maakt. En verder is het gewoon leuk om met vrienden weer af te spreken. En natuurlijk ook foto's te maken van je nieuwe kostuum. Ja, iedereen werkt voor AnimeCon natuurlijk aan een nieuw kostuum. En ik doe ze hier aan. Ja, daar ben je natuurlijk wel een beetje leuke foto's van. Dat is ook leuk. En ja, de sfeer is gewoon hartstikke leuk. En iedereen die meedoet aan de competities. En dat soort dingen. Ja, het is gewoon heel leuk. Ja. Meegaan en wat er allemaal gebeurt. Het is een grote gekke gebeurtenis, maar het is super leuk en iedereen is super vriendelijk. Dus, inderdaad. Ja, that's true. Ik zou zeggen, je kan laten gaan wie je bent, je kan zijn wie je bent. Alle leuke mensen, niemand die je beoordeelt. Wat jij bent, je seksualiteit of je preferentie naar andere dingen, niemand die je beoordeelt. Gewoon een grote, leuke bezigheid. Ik ben hier al meerdere keren geweest op deze locatie. Oké, en je suit, heb je die zelf gemaakt? Ik heb het armenstuk heb ik allemaal zelf gemaakt. Ik heb de molsuit al besteld. Wel een beetje bewerkt dan hier daar. En de rest allemaal zelf gemaakt. What is your favorite game? Actually, kind of Heroes of the Storm from Blizzard. It's pretty cool. League of Legends, that's why I'm cosplaying it, of course. Dit mij ook Borderlands en League of Legends. Ik ben, tenminste, ik ben wel diehard League of Legends. Okay, yeah, super wel. Gaaf inderdaad. Maar ik speel sommige games, maar niet diehard gamer verder heel veel. Okay. Wel leuk. Ik was vroeger echt een game fan, maar tegenwoordig heb ik helaas minder tijd voor mijn studie. Ik ben net begonnen met League of Legends, maar ik speel ook StarCraft en dat streamen wij ook samen. Ja. Ik game af en toe echt, ik heb de laatste tijd heel weinig tijd, maar ik heb wel een Wii U, ik speel heel veel Zelda. Zelda, oké. Okay. Ja, ook op de Nintendo DS, dus ja. Okay. Ik wil gamen, maar niemand wil het me leren. Dus binnenkort. Ik heb wel vanaf ik 10 was of zo Smash Brothers gespeeld. Met een vriendin van mij, maar verder... Nee, ik wil het heel graag. Ja. Ik denk toch wel Mortal Kombat X. En het is zo cliché, ik weet het, want ja goed, ik heb het natuurlijk zelf aan. Maar toch, ja, ik weet niet, ik hou gewoon van fighting games. En het is eigenlijk iets wat ik gewoon mee op had gegroeid. Dus momenteel is dat mijn favoriet. Ja, ik ga niet zeggen Mortal Kombat X, want ik heb hem nog niet gespeeld. Maar op het moment ben ik heel erg geobsedeerd door Splatoon. Op de Wii U. Ja, ik vind hem ook super leuk. Morgen ga ik daar zelf ook een cosplay van doen. Dus. Nou, eigenlijk dus wel Dragon Age. Ja, ik speel het al. Ja, ik weet niet dat je dat zo kan noemen, maar Baldur's Gate heb ik gespeeld. Neverwinter Nights, heel die serie, dus alle Dragon Age games. En ik dacht eigenlijk van ja, het wordt wel eens tijd om een cosplay uit te doen. Ja. En nu toen Dragon Age 3 uitkwam, zat Hulk ook weer in. Ja. Dus ik dacht, vet. Ja, nu moet ik het gewoon doen. World of Warcraft natuurlijk en de Final Fantasy series vind ik heel erg leuk. Wat
Dat is een bedrijf. De Legend of Zelda? Ja, meer de franchise. Ik vind alle Legend of Zelda spellen het leukst. Ja. Maar het allerleukste vind ik Twilight Princess. Hard to say, but I would say Xenoblade Chronicles at the moment. Xenoblade Chronicles. Ja, dat is een nice game. My favorite game is Rift and the Secret World. Sunset Riders, denk ik. Sowieso GTA, dat sowieso. Mortal Kombat, de nieuwe Mortal Kombat, is gewoon te gek. Street Fighter, van alles. Mijn all-time favorite game blijft Final Fantasy. De laatste paar edities waren gewoon whack. Dus deel 15 gaat alles goed maken, geloof me. Mensen geloven me, alles gaat goed komen. 15 wordt killer, dat wordt killer. Daar heb ik er zoveel van, dus ik weet het echt niet. Nou ja, hetzelfde verhaal. Gewoon met mijn vriend. We hebben te veel om op te noemen. En te veel goede titels. Final Fantasy en Dragon Ball Z, of course. Toch wel Kingdom Hearts, ja. Call of Duty. Top man. League of Legends. Yes. Command & Conquer. Ik vind Left 4 Dead leuk. Left 4 Dead? Ja? Okay. Ik speel best wel vaak de laatste tijd. Diablo 3. Mijn favorite gaat ook naar retro games. Retro games? Ja, old school games. Wat is uw all-time favorite game? Dat heb ik waarschijnlijk al gevraagd, maar is het nog steeds dezelfde? Ik heb er twee. Okay, ik heb Banjo-Kazooie, heb ik het vorige keer ook verteld, die is toen voorbij gekomen. Maar Alice Madness Returns. Ja, die game is echt underrated. Heel veel mensen kennen hem misschien niet, of hebben een keer voorbij gekomen, maar ga die game spelen, want die is echt heel erg vet. Volgens mij heb ik dit vorige keer ook Conker's Bad Fur Day opgenoemd. Ja, maar ik ga er ook Ni No Kuni aan toevoegen. Het is geen retro, maar hij is zo goed. Ja. Beste Zeker. JRPG die ik ooit heb gespeeld. Are you staying the weekend or only one day? We are staying the whole weekend. All weekend, cool, nice. Yeah. Is your first Moscow? Yeah. It's a little bit different, but it's really cool, really. It's really nice here. Here are so many cool people. It's the first time I'm not only meeting German people here, and really cool cosplays and workshops, and it's really, really big, and the food here is perfect and everything, yeah. Kennen jullie elkaar allemaal? Of hebben jullie elkaar hier ontmoet? Ik ken hier nog niemand van, maar nu wel. Hoe kwam je hier nou tegen? Do you watch anime? A little bit, but I'm more into fantasy games. Ik ben nu bezig met Code Geass. En ik ben Samurai Champloo. Wat is jullie favoriete anime? Mijn is Vampire Knights. Dat is de allereerste die ik heb gezien. Ik vind Yu-Gi-Oh! Helemaal geweldig. Ik ben echt super fan van Toradora. Het is echt super cute. Ik kijk wel anime, maar niet zo heel veel. Maar dat komt eigenlijk omdat ik fulltime baan heb en ik werk heel de dag en ik wil ook heel veel kostuums maken. En ik heb ook een boel vrienden, familie en er gaat een heleboel tijd overal in. Ja, gewoon een leven. En ik kijk Game of Thrones en zo. En ja, ik heb niet de tijd om de hele dag voor de tv te zitten. Ja, precies. Maar er zijn wel een heleboel leuke anime's hoor. Steins Gate, denk ik dan maar. Ja, Steins Gate. Ghost in the Shell Standalone Complex. Do you watch anime? Sure. Yeah? What's your favorite anime? Counting. Full Metal Panic, maybe. Trigun. I'm watching a lot of animes. Okay. Yeah. What's your favorite one? My favorite ones are Sword Art Online and Death Note, I think. Yeah. Nice. Yeah, Sword Art Online and Brotherhood. Het is een moeilijke vraag, maar op dit moment kan die samen met je Mashita. Naruto, Bleach, Shingeki no Kyojin, Agamega Kill, the list goes on man, the list goes on. One Piece niet vergeten, dat is één van mijn favorieten, ja man. Precies hetzelfde, Dragon Ball Z, ik ben old school, weet je, dat blijft mijn ding en kijk hem nog steeds. Wat vonden jullie van het einde van The Legend of Korra? Oh, dat was echt zo'n onverwachte einde. Juist. Zo en wat vonden jullie ervan? Vond je het cool of vond je het... Ik shipped het eerst niet, maar het was echt zo van... Weet je wel? Van oh my god, oh my god, Oké. Spoil maar niet te veel, want mensen willen waarschijnlijk... Ik heb het niet gezien nog. Ik ben het aan het kijken. Maar ik neem aan dat het gaat over de ship van Korra en... Welke vond je beter? Vond je de Last Airbender of The Legend of Korra?
Last Airbender. Nou, voor mij het ligt echt heel anders. Want Last Airbender is echt één lang verhaal. Dus één doel. Ja. En Last of Core zijn echt vier doelen eigenlijk. Ja. Ja. Per seizoen een doel. Ja. En het is net zoiets. Ja, ik weet niet. Ik denk dat ik toch. Ja, de Last Airbender toch wel leuker vind. Ja, maar het is net ouderwets en waarom? Het is leuker. Omdat bijvoorbeeld ik weet niet, misschien ook wel jij, toen ik gewoon klein was, toen keek ik dat al. Ja. Dus weet je wel, dan heb je het al meegekregen. En dan is het gewoon meer persoonlijk. Ik ben wel een beetje de anime-freak van ons tweeën, zeg maar, omdat ik er toch wat meer tijd heb om voor te kijken. Ik kijk voornamelijk veel One Piece, Log Horizon, Naruto ook wel, ja, nou iets minder, omdat het nou veel filler zijn. Maar over het algemeen, ja, gewoon anime zoveel humor in zit, van die echte droge Japanse humor, daar hou ik echt gewoon van. Dus ja, dat zijn wel de meeste die ik kijk. Nyankoi, die vind ik heel leuk. Dat moet je echt eens opzoeken, dat is heel humoristisch zelf. En ik vind Naruto ook heel erg leuk, omdat dat gewoon ook een van de eerste series is die ik heb echt volgen. Ja, naast Dragon Ball natuurlijk. Wat oudere, Full Metal Panic vind ik vet. En Kenshin vind ik ook heel tof. Kuroko no Basket vind ik heel erg leuk. Oké. Mijn favoriete anime is One Piece. One Piece, Dragon Ball, nog veel meer. Ja, je ook Dragon Ball en eigenlijk ook nog wel. Dragon Ball, One Piece, Fairy Tail. Ik ben natuurlijk wel van Dragon Ball serie iemand, maar ik hou toch echt meest van One Piece. One Piece? Ja, ik hou ook van Dragon Ball, maar ook van Fairy Tail. Dragon Ball en Bleach. Dragon Ball is still my number one. De anime die me echt in deze wereld heeft getrokken is toch echt Bakugan. En dat de Japanse... Ja, dat is heel erg eigenlijk. Daardoor ben ik hiermee begonnen. Okay. Maar het blijft toch wel mijn all-time favorite, denk ik. Ja. Oké. Ja, ik kijk niet heel veel anime, maar ik heb wel, wat ik wel heb afgekeken is High School of the Dead. Die ken je, ja, dat heb ik ook gecosplayed. Maar het is wel, het verhaal vind ik heel goed. En de personages ook. Maar ja, de fanservice kan wel wat minder op een gegeven moment. Ja, het is wel zombies met enorme tieten, maar voor de rest, ik vind het een heel goed verhaal. Ja. Dus ja, dat is mijn favoriet. Is dat een pluspunt bij de mannen? Hebben jullie dan meer privileges? Ja, ik denk het wel. Ik ben mannen houden, mannen. Dat zal ik maar zeggen, maar het is alleen maar een bonuspunt, toch? Als je vriendin dat je ook een beetje tegen je kan gamen. Ja. En dan inmaakt natuurlijk. Ja, tenzij je ze inmaakt, dan zijn ze ons gelijk klaar. Ja, dat hè? Nee, moet er maar iemand hebben die nog beter is. Standaarden zijn hoog. Inderdaad. Yeah, more nice people. If in Germany it's a con at a big place, it's crowded with people, it's full. And here you can still walk through the rooms, you have here and there rooms, it's free. And all people are pretty much relaxed, it is really, really nice. Want het is gewoon geweldig hier. Vriendelijke mensen. Nou, weet je wat? Kom gewoon volgend jaar. Meer ga ik niet zeggen. Ik zie jullie volgend jaar. Doei! Hey, cool. Oké. Bedankt. Dankjewel.